すごい演出だね。High in alcohol content at 17%, so much stronger than a wine anyway. So impactful, but it's got some fruitiness in the taste, like tropical fruits. The aroma's got a little touch of. It's really nice. Yeah, it's awesome. Thank you. It's one of my favorite sakes. Yeah, I'm not just saying that because I make it. It really is. Wow. Yeah, it's not so strong. Neem ik wel een. Zie je, jij bent de eerste van de, die dus deze fantastische bolpen, hè? Japans. Hier kun je dus Japans in schrijven, als je zou willen. Nou, hartstikke bedankt. Ja, je meent het ook nog. Kijk, dit is een happy face, jongens. Ja.
Waar kun je eten met zo'n uitzicht? Allemaal wespen, zie je daar inderdaad? Een wesp. Can I join? Ja. Oh. Zo met de oversteken de goede kant op kijken ook. Nou, we kopen dus de hele tent leeg. De jongens die gaan het derde maal doen. Die mevrouw die vraagt of we niet goed in ons hoofd zijn. Maar het is zo lekker. Ook weer voor alle dealers en mensen die niet met ons meegaan. Ga een keer hier naartoe. Dus bij die bomen. In het weekend. Je moet alleen naar ene, want dan zijn wij al geweest. Dan is het nog niet op. Verkocht. Ja. Nou, we zijn weer bij Alakabaya kweker. Die heeft net geoogst. We hadden een afspraak met hem. En nou ja, het is de dag van de kooi show. Maar toch is hij voor ons eventjes hebben afgesproken, want hij moet straks zijn vissen natuurlijk weer ophalen. Hoi. Hoi. Hallo. Hij staat hier gewoon nog. Nou, de kweker die moet zijn vissen gaan ophalen op de kooi show. En hij zegt, daar hebben we twee vats, doe de ene vissen uit deze tank, doe je wil, daaruit en dan word je veel plezier en als je weggaat, doe het licht er even uit of aan. Dus nou, dat spreekt wel van vertrouwen, dus we mogen eventjes zelf gaan struinen. Heel goed. Ik ben aan het filmen en dat is weer zo'n... Oh, moet je kijken. Een viertal vissen geselecteerd. Een hele mooie Oshiba. Kanoko Azaki. Kanoko Yuki Azaki. En twee Midori koi. Zo groen als gras. Als gras, nee dat niet. Groen-geel. Beetje, eigenlijk niet groen-geel. Geel. Felgeel. Nee, zonder dolle jongens. Er zit echt groene goot overheen. Echt helemaal. Kijk eens, oei. Er moet wel iets meer water bij. Ja? Ja, dat is echt niet goed. Een 45 centimeter grote Oshiba. Een flinke bouw. Leuke tekening. En een aparte kleur. Het is heel mooi. Nou, helemaal top. Bijna de Azaki kleur, die Snow Azaki kleur is het wit. Met ja, mooi vis. Jeetje, wat goed. Kanoko Yuki Azaki. Sommige mensen noemen het een stoofvlees Azaki. Snowflake
Ja, iemand verstond stoofvlees. Ik weet niet of je er stoofvlees van kan maken, maar het is een hele mooie vis. Het zou zonde zijn. Dus, een yuki. Zie je wat er goed is. Zo. Sorry, wat deed je aan je gezicht? Ja. Hij was in het spreekje. Ik zeg net, jeetje, wat is die jongen goed? En hij geeft zichzelf een alcohol shot in zijn ogen. Paraplu? 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 Pas je op het gaatje daar? Ja, daar sta ik dat die vissen als ze zo spinnen. Ja. Oh. Dit is ook een mooie. Oh, wat mooi. Jeetje, dit is een mooie. Is iemand... Wat een mooie visie, helemaal mooi groen. Schitterend, hartstikke schoon dus. Goede potentie en hij heeft springkracht. We zitten precies in het midden. Ja, ik vind het luxe. Goed op het, zullen jullie het hier nog? Ik ben hier nog, maar hoe jullie zo vertellen dat ik het hier nog heb. Maar今年は川口がちょっとね、水害でもって一番ひどかったかなと思います。ママの天候の中でこうやって石井越えも一応のピークを迎えたかなという感じがするわけでございます。まあ、一番私はやっぱり今年こう翻ってみますとやっぱり石井越えが新潟県の県魚に星野美沙様、あなたは40年以上の長い間よろしくお願いします。おめでとうございました。どうぞ。感謝特別賞受賞されました。73の JB 様に大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。Vandaag zondag, dikke mist hangt er boven Nagaoka en het waait nog niet, maar ze zeggen dat het stilte voor de storm is, want morgen moet het wel gaan waaien en vooral bij Tokio is er helemaal wat wind op komst, maar ja, het komt goed hoor jongens. We zijn ons klaar aan het maken voor het legen van de mutpont, voor het oogsten van de mutpont. Het is dag deel 10, volgens mij dag 11 al. Maar... Zelfs in de regen is Yamakoshi mooi.
Dit is zo'n systeem wat heel rustig blijft draaien in de mudpond. Je moet op stroom, dus dat kan alleen op plekken waar ze dus ook echt stroom hebben. Kijk, hier hebben ze gewoon stroom. En dat is wel mooi zo'n ding, want die roert, dus dat is dus niet zo'n die gaat niet hard, dus heel rustig aan. Die zorgt toch dat het wateroppervlakte heel rustig in beweging blijft, of eigenlijk nog sterker, het water dus over de bodem, dus dat het gemixt wordt met de oppervlakte. Keto is ook vandaag aanwezig. Dat is de nieuwe kooi breeder. Tenminste, kooi kweker in de dop. Helemaal gek. Van vissen. Echt een kooi kitschie. Heeft al bij Nogami stage gelopen. En dus ook al bij Marujo. Keto, hè? Ja. Hi. De nieuwe kooibreeder. Er zit hier best wel wat vis in, maar tot op nu zie je, ziet wel wat beweging in het water, maar je ziet eigenlijk geen vis. Oh, daar heb je een visje. Ja, dat... Redelijk groot, maar ik denk geen 60. Nee, denk ik niet. Nee, zeker niet.
Druk in de sushi bar, maar laatste keer sushi voor de mannen. Is de schuif er dicht, jongens? Dus. Maar het is laatste keer, jongens. Tenminste, voor deze keer. Komt huis nog wel een andere keer op, Brian. Ik denk dat we aan tafel moeten. Hoi. 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 Goed. Ik heb weer een cadeautje voor de meiden. En natuurlijk wel lusje, hè? Ziet er goed uit de jongens zijn. Ja, is gewoon. Ziet het verschil niet. Show you the way. Just know looking back, listen back in here while the sun shine. NCG time, this is SF's line. I got a trick, you will never have a people. Kom maar goed. Als ik op vliegding staat, dan bel ik je. Jongens, hebben vertraging. Voor de tyfoon, maar hij gaat wel. Ja? Kijk, daar is hij. Jongens, kom maar. Kom maar op, jongens. Weer terug naar Kikkerlandje. Pas op je hoofd daar, hè? Pas op je hoofd, want hij heeft hem heel laag. Glenn, pas op je hoofd, hij heeft die klap niet.
Is dat nou je koffer die aan het piepen is of ben je het zelf, Dion? Ik heb zo die ene bij Mama Zij Kooi Farm, die vogeltjes. Oké. Zit in de koffer. Zal je vogel? Morgen ben jij de leuk. Ik ben nog steeds aan het filmen, hè? Ja, ja. Jongen. Die taal toch van die Brian. Ik moet mijn piepjes, jongen. Het lijkt wel of een vogel op de video zat. Hey, top, ja, jongens. Mensen zouden het moeten weten. Nou, hey, was gezellig. Ja. Staat. Hey, goeie reis, hè? Hey, Stef. Bedankt, jongen. Hey, hartstikke bedankt voor alles. Het was gezellig. Komt snel binnenkort weer langs. Laten we even weten als jullie geland zijn of als het daar wat is. We kunnen natuurlijk vertalen en dat soort dingen. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja? Hoi, hoi. Goeie reis. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Hartstikke leuk dat je naar dit filmpje keek. Bedankt voor je like alvast. Abonneer je hier linksboven en druk meteen over het belletje. Hieronder kan je naar het volgende deel. En deze film moet je echt gezien hebben.